Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Zoals jullie zien zijn we nog steeds helemaal in de Christmas spirit, want de feestdagen komen eraan en wij hebben er zin in. En met deze periode van het jaar is er zoveel te doen. En nu hebben we iemand die ons gaat vertellen over de Jolly Elves Christmas Fair. En deze duurt niet één dag, maar twee dagen. Vandaag zitten we met Ahilia. What we need is a little Q-Time. Hi Jelena, dankjewel om me uit te nodigen hier in de studio. Ja. Ik wilde eerst nog vragen hoe het ging, maar we gaan direct door. Het gaat heel goed. Ja. Het gaat. Een beetje excited natuurlijk, maar tuurlijk. Het wel. Ja. Yes. Hou je van kerst? Zeker weten. Kerst is the most favorite time of the year voor mij. Echt waar, daar geniet ik echt altijd van. Nou, ik ook hoor. Je hebt een fair georganiseerd. Klopt. Ik heb een tweedaagse Christmas fair georganiseerd. Om even vooraf te gaan hierop. In augustus had ik al zo'n vakantiefestival. Ook zo'n braderie-achtig iets georganiseerd. Maar meer om eigenlijk de buurt waar ik het organiseer. Om de mensen een beetje tegemoet te komen. Om ervoor te zorgen dat er een klein beetje ontspanning is voor ze in de vakantie. En natuurlijk denkende aan de kleine lokale opstandende ondernemers. Om hun een platform te bieden. Dat heb ik toen gedaan. En natuurlijk had ik heel veel deelnemers die heel erg enthousiast waren. En het als prettig hadden ervaren. Dus ze vroegen me van, hey mevrouw Hira, wat gaat u doen met kerst? Gaan we weer zoiets organiseren? En ik heb erover nagedacht. Ik was eigenlijk weg en toen kwam ik terug, toen dacht ik van oké, weet je wat. Waar was je gegaan? Ik was met vakantie, dus weet je, kort tijd. Van augustus naar oktober, weet je, kort tijd om alles weer snel te organiseren. Toen dacht ik van, weet je wat, ze vragen erom. Ze willen het graag, laat me toch weer het organiseren. En zo heb ik gedacht om het twee dagen dit keer te doen. Omdat, je weet, wij Surinamers, we gaan altijd last moment shoppen. En ik heb zo geprobeerd om van alles en nog wat op de braderie te krijgen. Zodat de mensen een gevarieerd aanbod aan diensten, producten en diensten kunnen hebben. Juist. Ja. Ik zag de flyer, leuke flyer trouwens. Ja, lekker dankjewel. Vrolijk en Christmassy. Klopt. En je zegt, alles is er te vinden. Maar misschien zou je voor me kunnen specificeren van wat gaan we allemaal daar kunnen halen. Want last minute Christmas shopping is sowieso iets specialiteit van ons. Klopt. Maar wat gaan we die dag allemaal nog kunnen, of die dagen? Sowieso lekker eten en drinken, want daar houden we allemaal van. We hebben entertainment, muziek, DJ optreden. Ik heb een Latin song singer, heb ik ook op de tweede dag. En vooral leuke gift items, van parfum tot bijouterieën, tassen, kleding en van alles en nog wat. Dus als je dus iets speciaals zoekt, kun je daar zeker slagen. Verder hebben we dus dan de lokale ondernemers die bijvoorbeeld zeg maar zelf hun eigen wijnen maken. Pontje crema, wat heb ik nog meer, kruidenboter. Ik heb gerookte kip. Dus het is gevarieerd. Ik heb echt aan alles gedacht. Kaarsen, candleholders, van alles en nog. Dus het hoort een beetje allemaal in het kerstconcept thuis. Dus er is zoveel om op te noemen dat ik het allemaal... Nee, we gaan ook niet alles verklappen. Nee, hè? Je moet gewoon komen. Precies, ja, je moet gewoon komen. Er is heel veel te zien en te vinden, te kopen. En natuurlijk gaat het meer erom om... die opstartende ondernemers te ondersteunen. Dat is vooral waar ik eigenlijk naartoe streef. Dus ik hoop dat iedereen mij hoort en ziet en gehoor geeft aan mijn oproep om zoveel als mogelijk deze braderie te ondersteunen. Het is eigenlijk meer voor mij een sociaal project voor mezelf. Ik doe dit niet om grote winsten te maken of geld te verdienen. Dat moet ik ook specifiek even aangeven. Het is echt dat ik de mensen een beetje wil tegemoetkomen. Ik heb namelijk de plek waar ik het organiseer. Dat ja, is want van je mijn... gaat zo snel. Pap, 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 pap. Precies. Oké, okay. Ik hoor het enthousiasme. Ja. Een tweedaagse braderie, een tweedaagse Christmas fair... waar gifts, goodies, delicious food... hebben dingetjes, everything wat je gewoon zou kunnen bedenken tijdens deze kerstperiode. En ook gewoon in de regular, maar wat je zou kunnen gebruiken, kan je daar vinden. Klopt. Maar nu moeten we eerst weten wanneer het is, want daarna gaan we naar waar. Okay. Maar wanneer is het? Oké, okay. De 16 en 17 december
van 4 tot 10 uur 's avonds op het Kobo Complex. Mm-hmm. Dat is aan de Nieuw Charlesburgweg nummer 97. Daar op het terrein heb je ook La Parkan. Dus als de mensen La Parkan kennen, dan is het heel makkelijk te vinden. Het is geheel betegeld. Er is genoeg parking. En natuurlijk ook veilig. Want voor security hebben we ook gezorgd. Oh, je hebt alles gedacht. Ik heb zeker aan alles gedacht. En het idee hierachter, het sociaal gedeelte, dat is wel heel mooi. En het past ook helemaal bij de Christmas spirit. Be socially together. Klopt. En elkaar helpen en opliften. Ja, dat is helemaal waar. Ik heb altijd zeg maar het gevoel gehad om altijd iets terug te doen voor de gemeenschap. Als je dan in de gelegenheid bent om dat te doen, moet je daar zeker gebruik van maken. En was ik al vanaf heel jongs af daarmee bezig. En nu probeer ik dan zeg maar het uiterste uit de kant te halen om te kijken van hoe ver ik kan gaan. En hoe groot ik eigenlijk kan worden met mijn organisatie om steeds meer socialere projecten uit te voeren. Nou, ik heb het gevoel dat het heel groot kan worden hoor. Want als je al nu van 1 kleine fair, nu een grote 2-daagse fair. Nou, ik ben benieuwd wat er nog meer, in de kan. En wat is het? Yes. Kannen en kruik heeft zitten voor ons. Ja, zeker wel. Misschien kan ik het erbij zeggen dat dit mijn derde event is. Mm-hmm. Ik had dus vorig jaar ook een cookout georganiseerd. En dat was dus dan meer voor, het was voor het NC, NICU, NICU van het AZP. En het was dus dan geslaagd ook. Mm-hmm. Het was gezellig. We hadden Casimex House Band. Hey. Ja, de broer was helemaal onder de indruk van. En alle opbrengsten zijn toen gegaan naar NICU. Juist. Mm-hmm. Dus dat was mijn eerste grote sociaal project. De tweede was meer voor de ondernemers. En nu heb ik dus dan zeg maar een groep van ondernemers bij elkaar kunnen krijgen. En die dus altijd dus willen participeren in dit soort events. Nou, je bent lekker bezig. Ik zou zeggen, ga zo door. Voor we gaan afsluiten, hoeveel mensen, hoeveel standjes zullen er zijn op deze braderie? Ik heb een aantal standjes. Ik heb ze niet echt allemaal nog geteld. Maar het is een lekker grote groep. Ja, het ziet er gezellig uit met heel wat standjes met verschillende producten. Ik wil alleen maar zeggen van, je gaat echt van alles en nog wat kunnen vinden. Van A tot Z. Mm. Dus ik zou zeggen, mis dit niet. En kom en sla je slag. Nee, duidelijker kan het niet. Ik ga zo meteen de kijkers bedanken, maar misschien, want we zijn toch helemaal in onze kerst spirit of Christmassy vibe. Heeft u ook nog een kerstwens voor de kijkers? Ik wens voor alle kijkers dan vrolijke feestdagen natuurlijk, maar vooral heel veel liefde voor elkaar. En dat we dus allemaal echt met de Christmas spirit de anderen die zeg maar het niet zo ervaren zoals jij dat ervaart, toch wel ergens tegemoet komen, een handje bieden. Want daar gaat kerst eigenlijk om. Lief zijn voor elkaar, delen met elkaar. En natuurlijk, als er mensen zijn die boos zijn op elkaar, dat je elkaar ook vergeeft en alles dan zeg maar tot het verleden laat behoren en weer opnieuw begint. Want met haat en noem maar op, komen we niet ver. Dus we moeten gewoon heel veel liefde naar elkaar toe brengen, verspreiden en proberen om het zo aangenaam voor ieder te maken. Dat is wat ik wil zeggen. Om het zo aangenaam voor ieder te maken. Prachtige kerstwens. Nogmaals bedankt voor het komen, mevrouw Ahilia. Of mevrouw Hira, zoals ja, ik u ken. Ahilia is ook goed hoor. Ja. We gaan die aanhouden. Bedankt voor het komen. Graag gedaan, Milena. En ook bedankt dat jij mij deze gelegenheid hebt aangeboden. Ik stel het zeer op prijs. My pleasure. Yes, thank you very much. Yes. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Mevrouw Hira, mevrouw Ahilia, heeft op 16 en 17 december de Jolly Elves Christmas Fair. Een 2-daagse fair waarvan alles te verkrijgen is. Dus als jij ervan houdt om naar braderies te gaan en te gaan kijken naar hebben dingetjes. Er zijn een heleboel leuke dingen als je denkt aan cadeautjes kopen last minute. Of gewoon iets lekker gaan eten. Iets lekkers gaan eten. Ik ga iets te snel. I'm sorry. Deze braderie is dan helemaal voor jou. De toegang is gratis. Er gaat eten zijn, er gaat muziek zijn. Een hele leuke kerstfeer wordt georganiseerd. En jij mag daarbij niet ontbreken. Het is op 16 en 17 december. Het is op het Kobo-terrein aan de Nieuwe Charlesburgweg. Het is van 4 tot 10 uur 's avonds. En het wachten is op jou. Remember, your time plus my time is Q-time. And a very Merry Christmas!
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.